19 jaar en 7 maanden cel voor Hoessein A., de man die Milika van Doorn in Zaandam in 1992 heeft verkracht en gedood. Dat heeft het Hof vanmiddag bepaald. De familie van de 19-jarige Milika is blij met de uitspraak, maar vreest cassatie. En dat betekent dat ze na 30 jaar nog altijd het boek niet kunnen sluiten. Op 8 juni 1992 heeft de verdachte een hem onbekende jonge vrouw, Milika van Doorn, verkracht en op brute wijze met een mes of een ander scherp voorwerp om het leven gebracht. In die nacht, bijna 30 jaar geleden, wordt in deze vijver in Zaandam het lichaam van Milika van Doorn gevonden. Kort nadat Milika van Doorn hier half naakt dood in de kerkvijver werd gevonden, 17 jaar geleden, stond ik hier ook. En ik vroeg me af hoe iemand zo'n mooi jong meisje dat op de drempel van het leven stond, zo kon toetakelen en vermoorden. 25 jaar lang tast de recherche in het duister. Dankzij grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek wordt in 2017 Hoessein A. aangehouden. De rechtbank veroordeelt hem tot 20 jaar cel. Zowel Hoessein A. als het Openbaar Ministerie gaan in hoger beroep. A. ontkent doodslag en verklaart dat hij een seksuele relatie heeft met Milika. Het Hof is het daar niet mee eens. Ik ben hardwerkende vader, niet de dader. Bijna 30 jaar terug heb ik met Milika een kortstondige relatie gehad. Blijf erbij, ik heb dit niet gedaan. Maar het Hof is het daar niet mee eens en veroordeelt hem voor verkrachting en gekwalificeerde doodslag. Concluderend leidt dat ertoe dat het Hof de verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf voor de duur van 19 jaren en 7 maanden. Dus dat de cliënt van zijn kant zwaar teleurgesteld is in deze uitspraak. Hij zegt, te makkelijk is eigenlijk het bewijs van zijn geslachtsgemeenschap gezien als bewijs van verkrachting. Het bewijs van zijn geslachtsgemeenschap met Milika gezien als bewijs voor doodslag. Het blijft natuurlijk bitter omdat we hier te maken hebben met een verdachte die tegen de klippen op ontkent. Die uitlatingen doet als sperma dood niet. Ik weet niet hoe kwetsend je kunt worden in een zaak als deze. Maar mijn cliënt had zoiets, maar jouw handen wel. En dat heeft het Hof ook geoordeeld. Hoessein A. blijft erbij dat hij onschuldig is en wil in cassatie gaan. Het is een zaak als deze is van het grootste belang dat als de verdachte zegt het klopt niet, dat de hoogste rechter ernaar kijkt. En als die dan daar een laatste oordeel over gegeven heeft, dan kan de zaak gesloten worden. En daar mag er ook geen discussie mee zijn. Die zaak is dus dan nog steeds niet klaar. Hè? Maar mijn cliënten wil heel graag dit boek dicht doen. Toekomen aan rouwverwerking. 19 jaar en 7 maanden, Clarice, dat is wat het Hof heeft opgelegd. Hoe komen ze tot die straf? Dat was een beetje de maximale straf die je destijds kon opleggen, hè? 20 jaar. En daar komt nog een... Een tijd geleden veroordeeld voor een ander feit. Dus daarom, daar heeft hij een bepaalde maanden voor gekregen. Dus dan kom je op 19 jaar en zoveel maanden. En daarbij heeft het Hof ook nog overwogen dat de procedure best lang geduurd heeft. Dus dan krijg je ook nog een stukje strafkorting. Maar het Hof heeft echt korte metten gemaakt met zijn verklaring dat hij zegt, ik heb een relatie met haar gehad, een seksuele relatie, en ik heb haar niet gedood. Het Hof zegt, wij hechten veel meer geloof aan de verklaring die jij hebt afgelegd toen je net was aangehouden, namelijk dat jij inderdaad gefietst hebt met een witte plastic zak, hebben mensen hem ook inderdaad zien fietsen, dat je haar zag en vervolgens weer bent teruggereden naar die plek. Dat heeft hij toen verklaard? Dat heeft hij toen verklaard. En ze zeggen dat je daar dus nu op terugkomt en zegt, ik had een seksuele relatie met haar. Dat vinden wij ongeloofwaardig. En dat schuiven we ook terzijde. En ja. Er was kritiek, hè? Ook op zijn houding, hoe die Hoessein A. was in dat proces. En eigenlijk hoorden we natuurlijk ook al de advocaat van de nabestaanden zeggen dat het gewoon zo pijnlijk is voor die nabestaanden om hem zo te zien en te horen. Ja, als je zo, wat Korver, de advocaat van de nabestaanden, zegt, als je zo tegen de klippen op lijkt te ontkennen, dan gaat een hofje dat ook aanrekenen. Hè? Je mag als verdachte mag je zwijgen, je mag liegen, maar als je liegt en ze vermenen ook dat je liegt, dan gaan ze je wel verwijten dat jij als enige, jij was degene die daar iets over kon vertellen wat er is gebeurd. En als je dat blijft ontkennen, dan wordt dat je aangerekend. Zij zeggen, zij heeft maar 19 jaar mogen worden. Hè. Ze is op een verschrikkelijke manier aan haar einde gekomen. Haar laatste minuten van haar leven moeten verschrikkelijk zijn geweest. Dat is voor de nabestaanden is dat niet te verteren. Dus ja, dan is zo'n straf, zo'n gevangenisstraf op zijn plek. Want het valt natuurlijk ook wel op dat hij, hè, toen hij nog niet in hoger beroep was gegaan, zou hij dan die 2/3 of 1/3 gevangenisstraf eraf kunnen krijgen. Nu niet meer, hè. Er zijn wat nieuwe regels. Maar hij heeft nog geprobeerd om dat hoger beroep dan weer terug te trekken. Dat spreekt ook niet echt in zijn voordeel. Nee. Als je onschuldig bent, dan wil je door, lijkt mij. Dan zou je het
uitschrijven tot het einde, zeg je eigenlijk. Van ik ben onschuldig, dus ik ga in cassatie. Dat gaat hij overigens nu wel doen, hè, een cassatie instellen. Ja, waar is dat goed voor? Ja, dan wordt er getest, hè, getoetst of het recht goed is toegepast, of het vonnis goed is, of het arrest goed is gemotiveerd. Maar daar is geen ruimte meer voor feiten of ander bewijsmateriaal. Dus ja. dat is nu wat er gaat gebeuren. Dat is voor de familie heel vervelend. En het gaat maar door. Ja, het is gelukkig een schriftelijke procedure, die cassatieprocedure. Maar ze zullen er last van hebben. Maar goed, hij heeft het recht als verdachte om die procedure ook te voeren. Ja. Dankjewel, Clarice. De meeste BN'ers die in het vliegtuig...